Een bijzonder goedemorgen allemaal bij de volgende aflevering van Webinar Woensdag. Vandaag over hoe krijgen we studenten aan het leren van en met elkaar. Hoe kunnen we peer feedback inzetten. Herfstvakantie in het zuiden van het land. Deze woensdag 27 oktober. Het noorden heeft hopelijk vorige week een hele mooie vakantie gehad. We zijn met een klein gezelschap. Dat heb je zo in die vakanties. Dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Het gaat om de inhoud en het delen met elkaar. Voor mij testen of dat alles werkt. Dus graag even je duimpje omhoog als je me goed kunt horen, goed kunt zien. En dat alles werkt. Het duimpje staat rechtsboven in je beeld als het goed is. En dan kunnen we van start met het geven van peer feedback. Wat kunnen we doen om dat te stimuleren bij studenten? Misschien dat dat ook nog iets doet aan de werkdruk. Al denk ik dat dat beperkt is. Want het vraagt behoorlijk wat inspanning van jou als docent om dat op een goede manier in te zetten. Om de studenten dat goed aan te leren. En dat is misschien eigenlijk wel de kernboodschap van vandaag. Hoe leren we studenten aan om van en met elkaar te leren? En wat is de rol van de docent daarin om dat op een goede manier voor elkaar te krijgen? Want dat is nog niet zo eenvoudig. Even wat herhaling en wat opfrissen. Hè. We hebben die drie fases. Studenten leren zelf, zelfstandig, individueel. Studenten leren van en met elkaar. In de tweede fase. En studenten leren van een expert. Nou, we hebben die verschillende fases hebben we besproken met elkaar. Die zijn aan de orde geweest. Dus die hebben we ook gezien als zodanig dat belangrijke fases zijn in dat leerproces. En dan het volledige leerproces nog even doornemen. Hè, dus het activeren van voorkennis. De aandacht richten. Wat is het doel? Wat is het onderwerp? Wat is de inhoud? Wat is het niveau wat we nodig hebben? Actief verwerken en eventueel informatie toevoegen waar dat nodig is. Verwerken van die informatie, het opbouwen van dat cognitieve schema. Ik kom daar nog wat uitgebreider op terug straks. Dan het toepassen van die kennis, die vaardigheden. Productief maken, het laten zien, iets produceren, iets maken, iets handelen. Reflectie daarop, inzichten verdiepen. En tot slot de inzichten verdiepen door ze weer toe te gaan passen en apart te nemen voor nieuwe contexten. Dus dat even als leerproces en opfrissen van waar in dat leerproces kunnen we nu studenten van en met elkaar laten leren. Overigens, deze fases hoeven niet altijd lineair te zijn. Hè. Je kunt daar natuurlijk heel makkelijk in switchen. Je kunt verschillende stappen maken. Je kunt weer terug in die cyclus. Dat is ook met dat individueel van en met elkaar en van een expert leren. Dat zijn geen lineaire principes. Dat kan afhankelijk van het leerproces van die studenten natuurlijk makkelijk uitgewisseld worden. Met als doel dat die activiteit van die student niet inzakt naar die zelfstudie en weer opbouwt naar de toets, maar dat een opgaande lijn is. Waarin die activiteit van die student met wisselende hoeveelheden langzaam maar zeker toeneemt. En dit plaatje van commerciële economie van de HVA heb ik mogen lenen van Dennis. Dennis en Natasja zijn de moderatoren vandaag. Waarin ook dat die fases heel mooi te zien zijn. Hè? Dat individuele leren, van en met elkaar leren, van een expert leren. Die zie je hier heel mooi in terug. En je ziet synchroon en asynchroon. Dus ook dat blended model. Het boek van Barend Last, Blended Learning. Zie je volgens mij hier heel mooi in terug. Een prachtig voorbeeld. Waarin zelfstudie, een webinar, kennisclips, intervisie synchroon. Nou, prachtige vormen volgens mij die mooi op elkaar aansluiten. En wat denk ik ook hele mooie vormen zijn om daar met elkaar in het ontwerp aandacht aan te besteden. Iets over dat of samenwerkend leren voordat we overstappen naar peer feedback. Samenwerkend leren, deze factoren daarin cruciaal.
Dus die positieve wederzijdse afhankelijkheid. Als je een opdracht geeft, zorg dan niet dat die zo opgeknipt kan worden dat ze elkaar nauwelijks nodig hebben. Nee, dat is een samenwerkingsopdracht waar de taken zo verdeeld zijn dat ieder een bijdrage levert aan het eindresultaat. Dus dat het eindresultaat niet kan zijn dat je ieder een deel hebt, dat plak je aan elkaar, dat klik je aan elkaar en dan heb je een project. Nee, de inhoud van student A is nodig om student B verder te helpen. En student B heeft student A nodig om gegevens te verzamelen, om iets te bouwen, om een ontwerp te maken. En zo creëer je die positieve wederzijdse afhankelijkheid. Waarbij wel duidelijk is wat ieders individuele inbreng is. En waarin aandacht is voor dat groepsproces en de sociale vaardigheden die je ontwikkelt. En dus leer die studenten dat ook op een manier aan dat ze daarmee aan de slag kunnen. Ik wil met jullie goed vinden de stap maken ook naar peer feedback. En dan heb ik eerst een vraag aan jullie. Wie heeft ervaring met het inzetten van peer feedback? Wie gebruikt dat op deze manier? Ik heb als student de kracht van peer feedback ervaren. Dus ik ben ook benieuwd naar jullie in de studentrol, die we ook allemaal wel gehad hebben. Misschien wat langer geleden voor de een dan voor de ander. Maar in hoeverre heb je nou ervaring met peer feedback? En wat vond je daarvan? We zijn met een klein clubje. Ik zit nu met 13 mensen zitten we in de webinar. Dus de scores die zullen elkaar misschien ook wel niet zo heel veel ontlopen. 1 zegt helemaal mee oneens. 3 scoort 2. 3 of 4 scoort 3. 3 scoren 4 en 2 deelnemers scoren 5. Dus helemaal mee eens dat peer feedback een krachtig instrument is. Voordat ik hier op verder ga, wil ik jullie een klein filmpje laten zien. En dat filmpje dat is voor basisschoolstudenten. Maar geeft volgens mij heel mooi de kracht weer hoe dat je met peer feedback de kwaliteit van het werk omhoog kan brengen. Het is een filmpje van 6 minuten. Ik laat het niet helemaal zien. Ik zal na 3,5 minuut ga ik het stoppen. Want dan is volgens mij duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. Als het filmpje niet start, druk dan even op de play-knop die midden in je beeld hebt. Daar komt zo'n driehoek, zo'n play-knop. Druk dan op dat startknop. En ik zal na afloop, als ik het filmpje gestopt heb, even een paar seconden wachten. Zodat iedereen weer kan binnenkomen in de webinar.
We wachten heel even tot iedereen terug is. Maar dit is volgens mij de essentie ook van peer feedback. Dus samen bouwen, kritiek geven op de criteria die benoemd zijn. Not to be rude, hè, zegt een van de jongens. Niet om onaardig te zijn, maar er zouden verbeteringen mogelijk zijn. En ik ga een tweede en een derde concept maken. We zullen straks ook op onze site, hè, de presentaties komen ook altijd op de site. Bij de knop inspiratie zullen we dit filmpje er ook nog even in zijn geheel bij zetten. Want je zult zien dat ook in de volgende minuten er steeds een nieuw concept komt. Wat deze docent zo mooi doet, vind ik, is hij leert deze jongeren, deze basisschoolleerlingen, op een hele mooie manier aan wat feedback geven is. En aan de criteria kijken om de volgende stap te zetten. Dus hij doet het samen met ze. Hij neemt ze daarin mee. En als je dan naar deze cirkel kijkt die van de website van Surf komt, de peer feedback in 8 stappen, dat je zegt, wat is nou precies het doel? Welke instructie heb ik gegeven en welke criteria horen daarbij? En hoe kan ik dan feedback gaan geven? En hoe kan ik feedback ontvangen? Stap 5. Dan ga je daarop reflecteren en op verwerken. En je gaat de leerdoelen vervolgens voor jezelf aanpassen. Wat zijn mijn persoonlijke leerdoelen? Dus wat is het doel? Nou, als je naar dat filmpje kijkt, het doel is die vlinder tekenen. En wat is mijn leerdoel als leerling zijnde? Ik ga er heel kritisch naar kijken en ik ga de feedback ter harte nemen. En ik ga meer kijken als een wetenschapper. Ik ga wetenschappelijk kijken naar hoe ziet deze vlinder eruit en hoe kan ik dat gaan verbeteren. Dus op die manier kan je volgens mij ook de studenten meenemen in het aanleren van feedback geven. En je probeert dus met die studenten samen een mentaal model op te bouwen. En het mentale model is het model van de opdracht. Wat zit er nou precies in deze opdracht? Wat is de inhoud? Waar gaat het over? Als ik kinderen moet observeren in een kinderdagverblijf als pedagogisch hulpverlener, wat moet ik dan kunnen zien? En hoe zit die ontwikkelingspsychologie in elkaar? Als ik iets moet bouwen bij de opleiding bouwkunde, hoe ziet nou een maquette eruit? En waar volstaat die uit? En welke inhoud hoort daar dan bij? Hoe ziet het elektrische plan eruit? Hoe ziet het constructieplan eruit? Hoe ziet het lichtplan eruit? Dus bouw samen met die studenten het mentale model op. Waar moeten we aan voldoen? Als je een sportles moet geven voor een gezondere levensstijl, wat is dan een gezondere levensstijl? Waar denken we dan aan? Wat betekent dat voor voeding? Wat betekent dat voor bewegen? Wat betekent dat voor sport? Wat betekent dat voor alcohol, roken? Nou, allemaal dat soort. Dus wat verstaan we nou precies onder de inhoud die we met elkaar afspreken? Wat is het thema dat centraal staat? En hebben we daar een beeld over met elkaar dat we delen? Als je wil dat studenten elkaar feedback gaan geven, dan is het belangrijk dat zij een gemeenschappelijk mentaal model hebben. Dat ze een gemeenschappelijk beeld hebben van wat is de inhoud waar dat over gaat. En wat deze jongen in dat filmpje in zijn eerste tekening doet, hè, die leerkracht, die docent, benoemt dat ook heel mooi, vind ik. Deze jongen is gaan tekenen vanuit het model dat hij zelf in zijn hoofd heeft van een vlinder. Dus hij heeft gekeken naar hoe ziet die vlinder eruit. Ik moet de vlinder tekenen. En wat tekent hij? Hij tekent het mentale model dat hij zelf in zijn hoofd heeft. We zien dat onze studenten ook nog heel vaak doen. Zij maken een opdracht die past bij het mentale model wat ze in hun hoofd hebben. De afgelopen weken heb ik veel dossiers, portfolio's, opdrachten gezien van docenten die in een basiskwalificatie onderwijstraject zitten of in een ander traject om verder te komen in de docentrol. En wat ik dan zie is dat die docenten toch nog heel vaak het mentale model overbrengen van hoe dat zij zelf onderwijs hebben gehad. Hebben zij daar literatuur bij gezocht? Hebben ze geprobeerd te zoeken naar andere invalshoeken van dat docentschap, van de didactiek, van de pedagogiek? Nou, maar heel beperkt. Ik zie vaak dat ze het beeld wat ze al hadden projecteren in
hun verdere ontwikkeling. En eigenlijk mis je dan precies de stap naar een niveautje hoger. En dat is soms jammer. Dus dat mentale model opbouwen is echt cruciaal. En leer die studenten dan ook de criteria kennen waaraan het moet voldoen. En neem ze daarin mee. Neem ook echt de tijd ervoor om met die studenten die criteria door te nemen. En wat is nou precies wat we van je verwachten? Wat is het niveau dat we van je verwachten? En waarom verwachten we dat? En welke specificaties zitten daar dan aan? En zoals deze docent net in dat filmpje ook mooi het onderscheid maakt tussen de vorm en het patroon. Nou, zo zitten er aan alle criteria die je met je student doorneemt ook vaak verschillende criteria aan. Welke procescriteria zitten er aan? Wat is het gedrag dat we van je verwachten? Wat verstaan we onder een voorzittersrol als je in een projectgroep zit? En wat doe je dan als voorzitter? Wat voor gedrag hoort daarbij? Hoe spreek je mensen aan? Hoe geef je mensen feedback? Hoe bewaak je de tijd? Wat is de gedragsverwachting van groepsleden? Weten we precies hoe het proces georganiseerd is? Weten we ook wanneer je invloed hebt in dat proces op het eindproduct? En wanneer zitten we in de uitvoeringsfase? En wat voor gedrag hoort daar dan weer bij? Nou, dus neem ook met die studenten zowel de inhoudelijke criteria als de procescriteria door. En doe dat echt ook eerst samen met ze. Ik heb afgelopen week ook nog een gesprek gevoerd met iemand die ook naar aanleiding van een eerdere webinar over dat voorbereiden van de studenten. En hij gaf aan van ja, volgens mij hebben we die strijd van voorbereiding al verloren met onze studenten. Dat hebben we, pedagogisch krijgen we dat niet meer voor elkaar. Ik vind het veel belangrijker hoe dat ze die lesstof verwerken. Mijn beeld is, als je de studenten meeneemt en het voordoet, de meester-gezel-achtige relatie, neem eerst zelf die voorzittersrol. Beste dames en heren, we hebben een projectgroep. Ik verwacht dat jullie later in een blok de voorzittersrol op gaan nemen. Deze eerste keer pak ik die rol en ik doe het voor. En daar mag je van alles van vinden, want ook mijn voorzittersrol is niet perfect. Dus daar zitten voor de goede aspecten en minder goede aspecten aan. Maar laat ze zien wat jij bedoelt met die voorzittersrol. In de tweede fase zeg je van nou doe ik nog een keer met jullie mee, maar nu ben ik het projectlid. En doe dat met een binnen- en een buitenkring. Dus pak één van de projectgroepjes eruit en participeer in één van die groepjes. De andere groepjes zitten er nog om je klas heen. Maar laat ze zien wat jij verwacht. Bouw dat mentale model op. Laat ze die inhoudelijke en die procescriteria doornemen. En doe dat dus ook met feedback. Als je zegt van ik wil dat jullie gaan leren om peerfeedback te geven, dan doe je dat eerst voor. En dan bouw je die feedback ook weer op aan de hand van de criteria die je ze hebt meegegeven. En dan zeg je van nou, als ik hier feedback op moet geven, dan pak ik criterium 1 erbij. En dat is dat je een analyse van de doelgroep maakt. Je gaat een activiteit doen, weer in dat pedagogisch werk voor een kinderdagverblijf. En het criterium 1 is, maak een beeld van de doelgroep. Dat je dan ook peerfeedback geeft, dat is dan eigenlijk, je neemt dan de rol van peer aan, al ben je dat niet. Maar je geeft die studenten dus uit die rol van peer aan, als gelijkgestemde, als dit het criterium is. Dus ik ga observeren en ik ga een doelgroepanalyse maken. Waar voldoet die dan uit? En leer ze dat aan waar je dan specifiek aandacht aan geeft. Dus neem heel duidelijk, we hebben dat al vaker benoemd, uitgewerkte voorbeelden. Met hoe meer uitgewerkte voorbeelden, hoe duidelijker dat mentale model voor studenten wordt. En dat is denk ik een hele cruciale factor om dat te doen. En als je het dan hebt over de inhoudelijke criteria en het opbouwen van dat mentale model, dan zul je zien dat ze dat ook langzaam gaan doen. Dat geldt ook voor het niveau. Tot op welk niveau verwacht je nou feedback, peerfeedback van die studenten? Verwacht je dat als een basisniveau, als een wat gevorderd niveau, als een expertniveau? En wat is het essentiële verschil tussen die niveaus? Dat is ook goed om dat voor jezelf en met je docententeam heel scherp te houden. Wat is bij ons nu het verschil tussen basis- en expertniveau?
En je zou dat model van hybride leren daarbij kunnen hebben. Dat je zegt, nou, als we het over basisniveau hebben, hè, het gaat over inhoudelijke criteria, het gaat over procescriteria. En wat is ons basisniveau? Ons basisniveau is dat we dat doen in het linkerboven kwadrant. Hè. Dus we doen dat in een geconstrueerde omgeving. Dus on campus, in de school, in een klaslokaal, in een praktijklokaal. En de verwerving van kennis is door middel van acquisitie. Dat is altijd een wat lastig begrip. Maar dat betekent, we geven instructie, we geven uitgewerkte voorbeelden, we doen veel aan herhaling, we pakken de foutenanalyse er nog eens bij, maar de docent en de expert heeft daarin een rol. Hè. Dus in dat basisdeel zit nog vooral veel in de geconstrueerde omgeving. Linksonder ga je wat meer naar simulaties. Het expertniveau zou misschien wel kunnen zijn dat je zegt van nee, maar dan ben je echt aan het participeren. Dan zit je in de realistische context. Hè. Dus realistisch en participeren, dan ben je aan het handelen en aan het reflecteren. Dus dan zit je aan de rechterkant van dat model. En beschrijf dat zo expliciet mogelijk in gedrag wat je van die student verwacht. En hoe explicieter jouw gedrag is, hoe beter dat je ook aan kunt geven wat je precies verwacht en waar je feedback op wilt hebben. Dus als die criteria helder zijn, die heb je goed doorgenomen met de studenten, dan kunnen zij daar ook beter op reflecteren. Nou, een heel verhaal. Volgens mij tijd om even weer wat vragen bij jullie neer te leggen. Hoe kijk jij naar peer feedback? Hè? Als ik dit zo als introductie benoem, wat zijn jouw ideeën over peer feedback? Vind je dat een waardevol onderdeel van de les? We zijn inmiddels met 21, dus er komen wat mensen bij. Welkom, fijn. En ik ben dus ook benieuwd van hoe waardevol dat je dat vindt op een schaal van 1 tot 5. Handen aan de knoppen, even stemmen. En dan zie ik nog geen scores van 0 of van 1 en 2. Daar zitten nog 0 mensen in. Ik zie 2 mensen die hebben 3 gescoord, 6 hebben 4. 7 hebben 4 en 8 hebben 5. He, dus dat wordt gezien als echt een waardevol onderdeel van lessen, vakken, hoe dat je dat dan ook wilt benoemen. Een vervolgvraag is, hoe vaak gebruik je dat dan ook? Dus ik gebruik peer feedback in al mijn modules of vakken die ik geef. En ook daar ben ik benieuwd naar wat jullie daarop antwoorden. He, want dus een grote meerderheid van jullie zegt van ja, ik vind het waardevol. Ik vind peer feedback een waardevol onderdeel van de les. De vraag is in hoeverre gebruik je het dan ook? Kijk, en dan zie ik al wat meer 1 en 2 scores. 3. He, dus dan een beetje ambivalent. Ik gebruik, ja, dit is ook natuurlijk in zo'n stelling. Ik gebruik het in al mijn modules en vakken. Ik denk overigens dat je dat moet doen. Ik denk dat je het in alle vakken en processen moet doen. En altijd moet zorgen dat peer feedback daar onderdeel van uitmaakt. En als je dan ook kijkt naar zo'n blok van 7 weken. Nou, laat ik eerst even delen. Dus 2 mensen zeggen helemaal mee oneens, 5 mensen 2, 7 mensen 3, 4 mensen scoren 4. En moet ik even goed kijken, 1 zegt helemaal mee eens, dus die gebruikt dat in alle lessen en in alle vakken. Als je dan kijkt naar zo'n onderwijsperiode van 7 weken, 8 weken, 10 weken, zou ik zeggen, ook dat 4CID-model, die 3 bollen na elkaar, wat ik vaak als commentaar hoor, dat docenten zeggen als ze dat gaan ontwerpen, ja, maar dan doen die studenten 3 keer hetzelfde. En dan zijn we de aandacht kwijt, hè? Dan zijn ze verveeld. Ik denk ook dat je daar wat variatie in aan moet brengen. Maar in dat soort fases van de eerste fase doe ik het met jullie en neem ik de voorzittersrol. Dus bol 1, weer even dat 4CID-model. Ik ben de leidende rol, ik pak dat op, de voorzittersrol, de projectleidersrol, en ik doe dat met jullie. Maar, beste studenten, weet dat in de volgende fase ga ik dat aan jullie vragen. Dus
kijk heel goed hoe ik het doe. Geef mij feedback. Dus geef ook meteen die rol van peer feedback. Maar dan aan mij als groepslid. En doe dat aan de hand van de criteria. En corrigeer ook heel erg de feedback die ze dan gegeven hebben. Sluit het aan bij de criteria? Zijn ze concreet genoeg? Gaat het op gedrag? Op observatie? Dus het scheiden van observatie en interpretatie kan je daarin meenemen. En ben heel kritisch op positief, waarderend kritisch op de feedback die gegeven wordt. Voegen ze daar nog informatie aan toe? Voegen ze nieuwe bronnen toe? Maar in die eerste bol, in die eerste fase, doe jij het als leidinggevende van die rol. In de tweede bol zeg je van, nou, ik doe mee, maar ik zit aan de zijkant en ik ondersteun de voorzittersrol. Dus een iets ander project, zelfde moeilijkheidsgraad, zelfde niveau, zelfde inhoud, maar net met een variatie. En je zegt, een van de studenten is de voorzitter, ik neem jullie daarin mee en ik begeleid de voorzitter en ik geef die feedback waar maar nodig. We doen het samen, het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En in die derde bol, zelfde niveau, zelfde inhoud, weer een andere variatie op het product of het proces wat er geleverd moet worden, zeg je van, ik ben alleen nog de supervisor. Dus ik kijk uiteindelijk alleen maar naar de feedback die jullie aan elkaar en aan de groepsleider hebben gegeven. Ik kijk naar het product dat geleverd is. Voldoet dat product aan de eisen die ik daar vooraf aangesteld heb? Weer dat beeld van die vlinder. Komt het in de buurt van die tijgervlinder, het eindproduct? Ik geef feedback op het proces. Hoe zijn jullie tot het eindresultaat gekomen? En ik geef vooral feedback in die triple loop feedback op het waarom. Welke keuzes hebben jullie gemaakt? Welke overwegingen heb ik gezien? Hoe hebben jullie elkaars feedback verwerkt? En snap ik ook de processtappen die jullie daarin genomen hebben? En op die manier leer je de studenten het mentale model opbouwen. Je leert ze werken vanuit de criteria. En je leert ze elkaar kritische, vooral ook kritisch, opbouwende feedback te geven en daar steeds nieuwe informatie aan toe te voegen. En dan heb je eigenlijk die hele fase van die leerprocescyclus, heb je volgens mij op een mooie manier doorlopen. En je kunt het dan vervolgens ook nog onderbouwen met natuurlijk nieuwe inhoudelijke informatie. Als je zegt van, hey, dit perspectief hebben jullie nog gemist. Of deze theorie hebben jullie nog gemist, waarvan ik toch belangrijk vind dat jullie die leren. En op die manier krijg je daar ook wat zicht op om te zorgen dat ze dat gaan doen. Dus dat even als voorbeeld. Weer een vraag. Bij wie vormen inhoudelijke criteria de basis voor de peer feedback? Ook daar ben ik benieuwd naar. En dat is, deze vraag komt wat mij betreft ook een beetje op basis van de ervaringen die ik de afgelopen weken heb. Dat er heel veel feedback gegeven wordt door studenten aan elkaar. Ik zie dat dan vooral als docenten onderling, die bij mij in die BKO-groepjes zitten of in de LC-docent zitten. En dan wordt er veel feedback gegeven, maar is de relatie met de inhoudelijke criteria op zijn minst mistig, vaag en moet ik op zoek naar waar zitten dan echt die inhoudelijke criteria. Jullie zijn het daar in ieder geval mee eens, dat die inhoudelijke criteria ook echt een rol spelen in het opbouwen van peer feedback. Dat is het kader, dat is de richtlijn, dat is de houvaste structuur die studenten ook voor elkaar kunnen hebben. Daarmee voorkom je ook voor een heel groot deel dat de feedback gericht is op de persoon. Of dat het heel algemeen blijft. Nee, de feedback die heeft meteen een relatie met de inhoudelijke of de procescriteria. Dus zorg dat je die heel scherp houdt met elkaar. En dan de laatste vraag die ik vandaag voor jullie heb. Ik geef de studenten het voorbeeld wat ik aan kwaliteit van peer feedback verwacht. Dus dat sluit aan bij mijn pleidooi wat ik net hield van neem die studenten mee in die hele opzet van hoe geef je nou die feedback. En ik heb eerder een interview laten zien, dat zal ik ook op de website erbij zetten. Weliswaar alleen audiofragment met Esther van Popta over het geven van peer feedback. En wat zij ook aangeeft is van studenten leren veel meer
van het geven van, nou niet veel meer, maar leren meer van het geven van feedback dan van het ontvangen van de peer feedback. Hè. Dus vooral ook die gever. Dus als studenten zich moeilijk kunnen motiveren tot het geven van feedback, geeft ze heel duidelijk het principe mee dat degene die de feedback geeft, in leeropbrengst meer aan dat feedback geven heeft dan degene die het ontvangt. Nou, ik zie veel scores 3 en 4. 21% scoort 3, 36% scoort 5 en 14% scoort, 40% scoort 4 en 12%, moet ik even kijken, 13% scoort 5. Dus dat is mooi, hè? Dus jullie geven al veel feedback voorbeelden aan jullie studenten. Daar ben ik blij mee. Doe dat ook zoveel als maar mogelijk. Want dat combineert volgens mij heel mooi de rol van jou als expert. Want jij weet waar de fouten vaak gemaakt worden. Waar gaan studenten mis in hun aannames? Waar gaan ze te snel overheen? En dat leren van elkaar. Omdat die kleine impliciete tussenstappen die jij als expert vaak vergeet, nou juist door die studenten die het net geleerd hebben, heel mooi benoemd worden. Zij weten nog precies waar ze zelf een worsteling gehad hebben, waar ze gestruggeld hebben, waar ze vastgelopen zijn. Die combinatie van, jij weet in het grotere geheel wat het einddoel moet zijn, jij weet waar die studenten naartoe moeten, jij weet ook waar vaak in dat proces fouten gemaakt worden, en die studenten die weten van en met elkaar nog heel goed waar de moeilijkheden zitten, waar de struggles zaten, waar in het opbouwen van zo'n mentaal model gaan ze nou de mist in. Daarin vullen die studenten jou als expert heel mooi aan. Dus als je dan weer kijkt naar waar zit dat in het proces, zorg dat je daar ook heel veel duidelijkheid in geeft. Je doet het nu zelf. Ik doe het nu met jullie. Daarna doen jullie het samen met mij en daarna doe je het onder supervisie. En in de laatste fase bouwen jullie deze maquette, schrijf je dit adviesplan voor een bedrijf, ontwerp je een constructie, geef je een pedagogisch plan. Dan ga je het allemaal zelf doen. En het eindniveau wat ik van je verwacht is dat je het zelfstandig, alleen in een realistische context kunt uitvoeren op het niveau wat we van je verwachten. Zodat je ook weet waar in het proces zijn we nou met die studenten, waar ben ik aangesloten, waar heb ik veel invloed en waar heb ik minder invloed. Eigenlijk is het begrip scaffolding. Je zet het leerproces, het peer feedback geven, het inhoudelijk ontwikkelen van die student in de stijgers. En zorg dat die student langzaam maar zeker productief gaan zijn. Wat ik veel hoor natuurlijk over het werken met uitgewerkte voorbeelden, dat er veel kopieergedrag is. Dat studenten je na gaan doen. Een hele fijne fase in het leerproces, ook een belangrijke fase in het leerproces. Ook helemaal niks mis mee dat ze dat in een eerste instantie doen. Maar uiteindelijk moeten zij productief gaan zijn. Die jongen uit dat filmpje moet zelfstandig die vlinder kunnen tekenen. Met een wetenschappelijke bril, waarin zowel de vorm als het patroon van die vlinder heel erg herkenbaar is. Als je dit filmpje nog een keer terugkijkt en je kijkt naar het eindproduct, dan zul je zien dat die heel erg mooi in de richting van die tijgervlinder is gekomen. Dat bereik je niet door die jongen alleen maar te laten praten over die tijgervlinder. Nee, wat belangrijk is, is dat die jongen ook productief is. Dat je hem ziet werken. Als je een scheepsbouwer hebt, of die moet onderhoud plegen aan scheepsmotoren, dan zal die productief moeten zijn. Die zal die opstartfase van zo'n groot schip moeten doorlopen. Welke veiligheidsmaatregelen moet ik allemaal doen? Als je wil dat een student pedagogisch werk een begeleidingsplan maakt voor een kind in de pleegzorg, dan zal die een begeleidingsplan ook moeten maken en dat moeten uitvoeren. Dus dat productief zijn, dat is een belangrijke fase. Maar dat is ook mijn bias natuurlijk, waarin ik in het onderwijs kom, zie ik nog heel veel studenten heel veel praten over hetgeen wat ze gaan doen, maar het niet doen. Maar voordat je ze het laat doen, en dan kom ik toch weer terug even bij, ben duidelijk in dat proces, voor ze het gaan doen,
Zorg dat je dat mentale model hebt opgebouwd. Zorg dat ze weten waar de criteria op slaan, waar de criteria inhoud hebben, wat de procescriteria zijn. En laat ze vervolgens productief zijn, zodat ze dat er kunnen doen. En wat heel mooi in dat filmpje ook naar voren kwam, de eerste concept, het tweede concept, het derde concept, vierde, vijfde, zesde concept. Onderwijs is natuurlijk een festival van fouten mogen maken. Het hoeft niet perfect te zijn, het hoeft zeker nog niet in het begin perfect te zijn. Maar weet dat aan het eind, wanneer is dat eind, dat er dan een product moet liggen wat aan de criteria voldoet. En op deze manier neem je die studenten volgens mij op een hele mooie manier mee. En leer je ze dus ook wat feedback geven en feedback ontvangen is. En feedback is echt iets anders dan kritiek. Kritiek is afbranden, is negatief, is mensen aanklagen. Feedback is die facetten, aspecten, criteria opzoeken waar je medestudent een blinde vlek heeft. Hè. Dus leer ze dat ook heel constructief om dat te doen. En leer ze dus ook dat is vaak zo'n one-liner. Hè. Feedback is een cadeautje. Nou, dat wordt lang niet altijd als een cadeautje ontvangen. Dat wordt ook heel regelmatig als een mes in de rug gegeven en ontvangen. Hè, dus ben daar voorzichtig. Bescherm je studenten voldoende. Leer ze dat op een goede manier aan. Geef ze voldoende voorbeelden wat je daarmee bedoelt. Maar leer ze heel erg dat feedback geven en ontvangen aan als belangrijke fase in dat leerproces. Nou, een vraag in de chat. Wat zijn nou je belangrijkste inzichten van dit pleidooi over peerfeedback geven, peerfeedback inzetten? Wat neem je in één regel in de chat? Wat neem je hieruit mee naar je onderwijs van de komende weken? Dus één regel, wat ga je meenemen als je dit webinar zo gevolgd hebt? En dan probeer ik wat mee te lezen met jullie en te kijken wat daar zo al gezegd wordt. En dat doen ook natuurlijk Natasja en Dennis. Ik zie al dat er volop aangescherpt wordt. En ik zie dat Gerard geeft aan van het mentaal model scherp hebben. En mooi, dat is... We gaan dan wat te makkelijk overheen. En denk dan aan dat filmpje van wat tekent die jongen in eerste instantie het mentale model wat hij in zijn hoofd heeft. En Paulien, samen met collega's van andere vakken, ook heel mooi. Paulien, we hadden vorige week een hoog kostergehalte, maar dat gaat ook over het taalgebruik. Welke taal gebruiken studenten en hebben we daar ook met elkaar hetzelfde model over? En ook daarin kun je natuurlijk met collega's zowel vanuit de vakinhoud als de taaldocenten als de rekendocenten ook het taalgebruik natuurlijk heel goed met elkaar opbouwen. Actief werk aan het ophalen en construeren van dat gedeeld mentale model. Het doorspreken met de leerlingen, doe dat ook heel erg vaak. Neem ze daarin mee. Die criteria nog eens doorspreken. Criteria mentaal model. Uitdagen om het bestaande mentale model op te bouwen. Ja, probeer daar steeds. Dat is wat René Knijber noemt bij formatief evalueren. Het opbouwen van kwaliteitscriteria. Aan welke kwaliteit moet het voldoen? Iets zwart-wit misschien, maar wat ik nog wel vaak zie is dat we in de onderwijsfase vaak heel mild zijn voor de studenten. En opbouwend en waarderend zijn, maar niet de kritiekpunten benoemen. En dan gaan we naar een toetssituatie. Dan gaan we een summatieve beslissing nemen en dan zijn die criteria in één keer heel scherp. Zorg dat je dat precies omdraait. Dus zorg dat die kwaliteitscriteria en die inhoudelijke criteria in het onderwijs heel scherp zijn. Nog steeds positief en opbouwend, maar wel heel scherp van dit is de kwaliteit die we verwachten. En dan kan je in de toets wellicht iets milder zijn. Studenten, ik lees nog even verder. Studenten meenemen, spelregels van communiceren. Suzanne zegt ik ga het meteen toepassen in mijn les van straks. Nou fijn, top, daar ben ik al heel erg blij mee. Peerfeedback leren geven volgens regels is veilig en nuttig. Ook die veiligheid is toch een belangrijke, dus bescherm ook je studenten daarin op een goede manier. En studenten leren van elkaar als fase in het leerproces.
Dank jullie wel. Volgens mij hebben we een mooie inhoud met elkaar gedeeld. Nog één keer. De masterclass van 4 november. Het is bijna zover. Hè? Dus mocht je nog niet aangemeld hebben, mocht je team nog niet aangemeld hebben, doe dat nog via deze link. Ik heb eigenlijk geen idee of dat die al vol zit of niet, maar neem de kans om dat te doen. En mocht je de webinar nog willen delen of collega's uitnodigen om te delen, zodat je het e-book met didactische tips krijgt, dat kan via deze link. En dan heb ik op deze manier ook mijn reclameboodschappen ook weer bij jullie onder de aandacht gebracht. In november staat werkvormen centraal. Dus dan gaan we het minder over leerproces hebben. Gaan we het minder hebben over hoe stimuleer je nou die onderwijsomgeving. Maar dan gaat het echt over werkvormen. Oefeningen. Daar zijn natuurlijk boeken vol over geschreven. Maar ik ga jullie meenemen in voorbeelden van werkvormen om de student te activeren. En daarvan zul je er een aantal zien dat je denkt van nou, die heb ik al lang toegepast, of die werkt wel, of die werkt niet. Heb je nog suggesties van werkvormen, deel ze met mij. Dan kan ik ze ook in deze webinars weer delen. En we doen dat een stukje fysiek. We hebben online werkvormen. En de laatste 24 november gaan we heel veel voorbeelden ook weer met elkaar delen. Dus de maand november staat in het teken van werkvormen. Tot zover voor vandaag. Dank voor het kijken. Dank voor jullie betrokkenheid en alle reacties. Ik wens je een hele mooie en goede onderwijsweek als je weer aan het werk bent. Ik wens je nog een goede vakantie voor de mensen in het zuiden als dat nog aan de hand is. En ik zie jullie heel graag volgende week weer terug.